Goedemorgen allemaal. Hoi. Nou, soms gebeurt het dat je iets in de Bijbel leest, dat je iets hoort of ziet wat je raakt. Waar je maar niet over uitgedacht raakt, waar je iets mee moet. Nou, mij gebeurde dat eind september toen wij op onze huiskring begonnen te studeren uit het boekje 12 ontdekkingen van de vervolgde kerk. We zijn die avond begonnen met de eerste Bijbelstudie uit het kringboekje. En ik wil een kort filmpje laten zien om u nog even een indruk te geven waar het die avond over ging. En natuurlijk zal niet iedereen ook die Bijbelstudie hebben gehad, maar daar gaan we eerst even naar kijken. All those 20 years, when I was gone, my wife suffered a lot while she raised our children. After he left, we had 8 people in the family, my mother-in-law and 6 children. I had no job. Later, when I got a job, I made 80 cents a day, which is 24 yuan, US $3 a month. After the 3 yuan tithe, I had 21 yuan left. How could the 8 of us live on so little money? All I could do was pray. Lord, yes, this is from you, so I won't say anything about it. I just want to ask you to protect my children and me from dishonoring you. None of my 6 children complained. I often told them that their father went to jail not because of any crime, but my children did suffer a lot. One of my sons, he was nicknamed Cornbread Head, because that was the lunch he brought to school every day. He said, Mother, could you buy me a wheat roll just once to shut it up? I say I couldn't. If I just bought one roll, it was not fair for the other kids, and I couldn't afford to buy 6. One day, this family of 8 hit rock bottom. There was absolutely nothing left to eat. It was late, about 11 o'clock. And I pray, oh Lord, we have nothing for tomorrow. No rice, no flour, no money. Lord, if you don't provide, all we have is water. But early the next morning, someone knocked on the door. I had just finished my prayers, so I opened the door right away. It was an elderly woman in her 60s. I didn't know her, so I asked her name. She said, please don't ask my name. The Holy Spirit brought me here. She said, here is something for you. It was a package. I opened it. After she left, it was 50 yuan, which was a lot of money then. So I was able to buy flour, coal, and food. One day, a girl came to the Yuan family with 3 packages. She said, the big bag you can send to Uncle Yuan, the middle-sized bag is for you to give to others in need, and the little bag is to be used for your expenses. My child, what is your name? I asked. She said, please don't ask. Mother didn't want me to tell you. During those difficult 20 years, it was this great love that came from above and from those around her that sustained this gentle woman and her family in body and heart. It was amazing. Each time the money came in the mail with a code name, 1078 or 1056, I will write back. I have received the money and hope to meet you soon. I don't know you, but thank you for your gift of love. 2 days later, my letter was returned. The post office, noting that there was no such person, money was sent every month for over 20 years. Some people, like my neighbors, say, how come you are still joyful after going through so much suffering? They don't understand, but I do. My Lord strengthened. Ja, deze dame, Alice Yuan, heeft een enorme indruk op me gemaakt. 20 jaar lang zat haar man gevangen en zij had de zorg voor een gezin van 8 mensen. Haar schoonmoeder, haar kinderen. Van die 20 jaren
moest ze 19 jaar lang iedere dag op het bureau van de Communistische Partij verschijnen om verhoord te worden, 6 uur per dag. Daarnaast moest ze nog 8 uur per dag werken voor een te laag salaris om dat gezin van te kunnen onderhouden. Ze stond onder enorme druk. We kunnen ons eigenlijk niet echt goed een voorstelling maken van haar beproevingen. Ze had grote moeilijkheden, de Heer heeft haar enorm gesteund. Maar wat me nog het meest bijbleef, was haar gebed. Ik lees nog een stukje voor uit haar getuigenis. Uit het kringboekje op bladzijde 9, mocht u het thuis willen nalezen. Alice Yuan uit China vertelt. Toen mijn man Alan in april 1958 naar de Chinese gevangenis moest, kreeg ik te horen dat ik hem nooit meer terug zou zien. Ik voelde me diep ellendig en maakte God voortdurend verwijten. De toekomst zag er zo ontzettend somber uit. Ik had de zorg voor 6 kinderen en mijn schoonmoeder. Ik verdiende maar 80 cent per dag. Hoe kon ik mijn gezin hiervan in leven houden? Toen het me allemaal te veel werd, hoorde ik op een nacht een stem. Mijn kind, ik heb alles in mijn hand. Deze dingen komen van mij. Ik antwoordde, als deze dingen van u komen, bescherm dan alstublieft mij en mijn gezin. Sta niet toe dat ik uw naam te schande maak. Ik wil u dienen en uw naam verheerlijken. Toen kreeg ik vrede in mijn hart. Ja, de eerste reactie van Alice Yuan is eentje die wij goed kunnen begrijpen. Hè? Een stuk verslagenheid wat er over haar kwam. Ze voelde zich diep ellendig en had geen uitzicht meer. Maar God greep in. Hij liet haar weten, mijn kind, ik heb alles in mijn hand. Deze dingen komen van mij. En dan komt het antwoord van Alice. Als deze dingen van u komen, bescherm dan alstublieft mij en mijn gezin. Sta niet toe dat ik uw naam te schande maak. Ik wil u dienen en uw naam verheerlijken. Sta niet toe dat ik uw naam te schande maak. Ik wil u dienen en uw naam verheerlijken. Nou, dit gebed heeft me sindsdien niet losgelaten. Van alles wat ze kon bidden, bad ze dat ze de naam van haar Heer niet te schande zou maken. Ze stopte met het maken van verwijten naar de Heer. Ze bad niet om uitredding, om eten, om verlossing van de druk van verhoren. Maar voor alles bad ze dat de naam van haar God verheerlijkt mocht worden in haar leven. Nou, ik ben verwonderd daarover dat ze dat bad. En nog steeds, ik kan daar niet naar kijken, ik kan er niet naar te luisteren zonder dat het me diep raakt. En ik voor mijn gevoel, ik moest daar wat mee. Maar wat? Nou. Ik heb daar heel erg over nagedacht en in mijn gedachten over dit gebed van Alice Yuan kwam ik uiteindelijk terecht bij het Onze Vader, het bekendste gebed ter wereld. Het wordt door christenen wereldwijd gebruikt, in zijn oorspronkelijke vorm, opgezegd, maar ook als model. Dat als wij kijken van nou wat voor elementen zitten nou in dat gebed en als we het overnemen, dan kunnen we daar heel veel aan hebben. En zeker in moeilijke tijden, als we niet goed weten wat we bidden kunnen of zullen, is het goed om hier eens naar te kijken, om dat gebed te bestuderen en onze gebeden daarnaar te richten. Want ik geloof dat als we ons gebed richten naar dit model, dat we ervan mogen uitgaan dat we bidden op een manier die de Heere God behaagt. Nou, ik lees het u voor, het Onze Vader. Het staat in Matthäus 6, vers 9 tot en met 13. En ik lees het u voor uit de Statenvertaling. Gij dan bid aldus, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Ik wil het gebed met jullie bestuderen. Nou, die eerste woorden uit vers 9, die vallen eigenlijk meteen op. Onze Vader begint het mee. Daar zit een enorme rijkdom in. Wij mogen de Heere God onze Vader noemen. In de brieven van Paulus aan de Galaten en aan de Romeinen lezen we dat de Heilige Geest, de Geest van de Heer Jezus zelf, dat we die hebben ontvangen om Gods kinderen te zijn en om God te kunnen aanroepen met Abba, Vader. De Geest van Jezus noemt God Abba. En dat is Aramees voor papa. Als wij Gods kinderen zijn, is Hij onze papa.
We mogen naar hem toe gaan. Als we het moeilijk hebben, gaan we naar onze papa. We gaan naar onze vader. We willen juist zijn raad. We willen juist zijn goedkeuring. We mogen bij hem als het ware op schoot kruipen en zeggen, Abba, papa, vader. Ook in Jezus' donkerste nacht, de nacht voor zijn kruisiging, bad hij, en dat is na te lezen in Marcus 14, Abba, vader, voor u is alles mogelijk. Neem deze beker van mij weg, maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt. Juist ook in onze donkerste nacht gaan wij naar onze vader, onze papa, onze rots. We mogen naar hem toe gaan en ons vertrouwen uitspreken. Het gebed begint met een enorme intimiteit. Onze Vader die in de hemelen zijt. Nou, we hebben een Vader op aarde. Hè? Allemaal hebben we die. En we hebben een Vader in de hemel. Nou, onze aardse vaders kunnen ons goed helpen. Ze kunnen ons raad geven vanuit hun levenservaring. Maar toch, het blijft beperkt. Geen aardse vader overziet ons leven. Laat staan heel het aards gebeuren. Maar onze hemelse Vader overziet alles. Hij heeft ons gemaakt. Alles om ons heen heeft hij gemaakt. Hij weet wat er gebeurt. Hij is er de oorsprong en het doel, het begin en het einde van. Hij is de bestuurder. En daarin ligt ook een stukje erkenning. Hè, waar we zeggen, onze vader, daarmee spreken we intimiteit uit. Spreken we met het die in de hemelen zijt ook uit van ja, vader. U weet het wel zoveel beter dan wij. U bent verheven. U bent boven ons. En als we naar onze vader gaan, beseffen we ons dat ook. Dat hij het beter weet dan hij. Dat hij hoog boven ons verheven is. Uw naam worden geheiligd. Ja, wat betekent dat nu precies? Geheiligd worden in ons dagelijks taalgebruik. Komt het niet meer zo veel voor. Waar we het in de Bijbel komen het heel vaak tegen. In de betekenis dat de Heere God ons heeft geheiligd. Bijvoorbeeld 1 Korinthe 6 vers 11 zegt u, doelend op die gemeente in Korinthe, u bent gereinigd, u bent geheiligd, u bent rechtvaardig verklaard in de naam van de Heer Jezus Christus en door de geest van onze God. Het betekent in die zin reinigen, verzoenen, apart zetten voor God. Maar hier wordt gedoeld op een andere betekenis van heiligen. Hier betekent het heilig achten, vereren, als heilig erkennen. En dan gaat het over de Heer. Als wij bidden, uw naam worden geheiligd, spreken we uit dat wij willen, dat het onze wens is, dat de naam van God als heilig wordt erkend. Dat zijn naam wordt vereerd. Nou, dat kan voor ons een aansporing zijn, zoals we net hebben gedaan, hè, God groot te maken in gebed, in zingen, hè, door de woorden die wij spreken. Maar het doet ons ook beseffen dat in onze dagelijkse wandel met de Heer, we ook zo moeten leven dat zijn naam daarin geëerd wordt. Dat als andere mensen naar ons leven kijken, dat ze kunnen zeggen, ja, God is groot. Dus er zitten twee kanten aan. En dat is volgens mij ook wat Alice Juan bad. Hè? Zij zegt, sta niet toe dat ik uw naam te schande maak. Ik wil u dienen. Ik wil uw naam verheerlijken. Heere, geef dat ik in mijn leven, dat mijn leven een eer mag zijn. Een lofoffer voor u. Hè, dat ik niet alleen met mijn lippen u prijs, maar dat als anderen mij zien, dat ze denken, nou, die God, wauw. En ik denk dat het ook zo was in haar leven. En het korte zinnetje, uw naam worden geheiligd, plaatst ons hele leven in hemels perspectief. We leven niet voor onszelf, we leven voor de Heer. We zoeken niet onze eigen eer, we zoeken de eer van hem die ons gemaakt heeft. Onze Vader in de hemel. Nou, dan het tiende vers. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Ja, uw koninkrijk komen. We hebben er al een prachtig stukje van gelezen toen Marie voorlas over Jesaja 2. Hè, een heel andere tijd breekt aan, een tijd van vrede. Een tijd dat onze Heer gaat regeren. Nou, dat is het hemels koninkrijk. Daar zijn wij burgers van, daar zijn wij thuis. Nou, we zien het misschien niet altijd zo om ons heen. Hè. Als we om ons heen kijken, dan denken we misschien wel eens, ja, waar is dat koninkrijk van God nou? Nou, wij weten wel dat die dag komt waarover we gelezen hebben. Dat er een dag komt dat de Heer Jezus terugkomt op de wolken en dat hij 1000 jaar zal regeren. Zijn wil zal worden gedaan op de aarde, net als in de hemel. En we zien daarom ook uit naar zijn terugkomst. Maar ook nu,
Ook nu is Gods koninkrijk onder ons. Overal waar zijn naam wordt geëerd, wordt geprezen, waar mensen leven tot eer van zijn naam, daar is zijn koninkrijk. Hij is nog niet alom op de aarde, maar waar wij leven, mogen wij zijn lichtjes zijn. He? Licht brengen in de donkere nacht. Als we er nog even dieper over nadenken, over die woorden, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde, he? Uw koninkrijk komen, dan kan dat wel heel diep ingrijpen. Want Jezus heeft ons de opdracht gegeven om aan alle volken, dichtbij, hier in den helden, maar ook ver weg, bekend te maken wat hij voor de mensheid heeft gedaan. Als wij bidden, uw koninkrijk komen, vragen we, Heere God, ontvouw uw heilsplan. We bidden het soms, Heer Jezus, kom spoedig terug. Nou, dat gebed kan grote gevolgen hebben. Want de Heere God wil ons gebruiken om zijn getuigen te zijn. Wij zijn zijn handen en voeten in deze wereld. En dat kan ons veel kosten. We zagen het in het verhaal van Alice Yuan. Haar man die stond in een bediening van de Heer. En 20 jaar gevangenisstraf. Grote gevolgen voor hem en voor zijn hele gezin. Lijden en verdrukking kunnen, en als we de Bijbel goed lezen, zullen zelfs ons deel worden als we ons leven in zijn dienst stellen. Als ons overgeven aan hem. Jezus zelf vertelt ons, ze hebben mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen. In Johannes 15. En Paulus bevestigt dit nog eens, waar hij de tweede keer aan Timotheus schrijft. Allen die vroom en in eenheid met Christus Jezus willen leven, zullen worden vervolgd. Dus dat heeft nogal wat gevolgen als we dat bidden. Uw koninkrijk komen, is de Heere God mijn koning? Ja, mag hij dan ook mijn leven gebruiken zoals hij wil? Ja, we hadden het er laatst op kring over. Hè? Wat is nou geluk? Wat is nou een doel voor je leven? Ja, gezondheid, geluk, welvaart. Als we dit leven, als we dit lezen, dan moeten we eigenlijk zeggen, ja, geluk is het als we leven tot eer van zijn naam. Dat we zo leven dat het de Heer behaagt en dat zijn naam verheerlijkt wordt. En dat zou wel eens uit de pas kunnen lopen met onze verlangens. He, met onze verlangens naar welvaart. He, naar dat geluk wat dat dan ook in onze ogen kan betekenen. Gezondheid, moeiteloosheid. Ja, Jezus nog een keer, he, Marcus 14, ik haal het net al aan. Abba, Vader, voor u is alles mogelijk. Neem deze beker van mij weg, maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt. En voor Jezus weten we dat hij heel veel geleden heeft. Het lijden aan het kruis was zelfs nadrukkelijk Gods plan. Ik kan niet tot een andere conclusie komen als ik de Bijbel lees. De kleinste details van zijn lijdensweg zijn honderden jaren eerder voorspeld, voorzegd door de profeten. God wilde het zo. Uw wil geschieden betekent Jezus navolgen. En dat betekent vaak verdrukking en lijden. Maar wij lijden opdat Gods heerlijkheid over ons geopenbaard mag worden. Ons lijden draagt uiteindelijk bij aan de terugkomst van de Heer Jezus. Wanneer daadwerkelijk wereldwijd zijn wil zal worden gedaan, net als in de hemel. Nou, de versen 9 en 10. Onze gedachten worden daarin gericht op de hemel. Even, denk even niet aan wat je nu bezighoudt, maar kijk naar de hemel. God wil onze blik naar boven richten, alsof hij zeggen wil, mijn kind, kijk naar boven. Kijk naar mij. En dan gaan we verder met vers 11. Geef ons heden ons dagelijks brood. Nou, dan pas. Nadat we onze blik hebben gericht op de hemel, vragen we de Heer te voorzien in alles wat wij vandaag nodig hebben. Want God heeft wel degelijk oog voor onze noden. En dan wil ik nog een stukje bijlezen uit hetzelfde hoofdstuk van Matthäus. Matthäus 6, vanaf vers 31. En dat lezen we vanuit de NBV. Vers 31 tot en met 34. Vraag je dus niet bezorgd af, wat zullen we eten? Of wat zullen we drinken? Of waarmee zullen we ons kleden? Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt er voor zichzelf.
Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Ja. Wees niet bezorgd, zegt Jezus, de hemelse Vader. Weet wat je nodig hebt. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. We moeten naar boven kijken. We mogen naar boven kijken naar onze verlosser. Ja, eigenlijk het ademt het stukje zoiets als van, nou, zorgen maken is volslagen overbodig. Nou, ergens is dat iets heerlijks, maar het wringt ook meteen. Hè? We denken eigenlijk van, oeh, wat bevrijdend, maar het wringt meteen zo. Want we weten natuurlijk heel goed hoe vaak we ons zorgen maken. Wat verdoen we onze tijd er niet vaak mee. Maar de Heere Jezus weet dat gelukkig ook wel. En de liefdevolle, geruststellende toon in het stukje valt me enorm op. Hij veroordeelt ons niet omdat we ons zo makkelijk zorgen maken. Nee, maar hij wil ons aangeven, ja, ik wil dat juk van die zorgen, hè, van je brood, van je kleding, het dak boven je hoofd, dat wil ik van je wegnemen. En ik wil er een ander juk opleggen, het juk van het leven, tot de eer van zijn naam. Als wij naar boven kijken, ons richten op de eer van zijn naam, kijkt hij naar beneden. Hij ziet onze noden. En vaak verhoort hij onze gebeden al voordat ze over onze lippen zijn gekomen. En het mooie vind ik ook, hè, als er staat van, nou, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Nou, ik las dat ook in een Bijbelcommentaar, daar stond een heel mooi beeld. Je kunt je eigenlijk zo voorstellen, hè, als we ons uitstrekken naar het koninkrijk van God, dan ontvangen we dat van hem. Maar niet alleen dat, hij doet er ook nog een tasje omheen. Hè? Wat we dagelijks nodig hebben. De Heere God zorgt ervoor dat het ons aan niets ontbreekt. We beërven zijn koninkrijk, maar hij doet er ook een tasje bij. Hij zorgt voor ons eten, onze kleding en het dak boven ons hoofd. En vers 34, hè, daar benadrukt hij nog eens een keertje van, laten we ons niet bezorgd maken over de toekomst. En dat zien we ook in het Onze Vader, want we bidden. We bidden in vers 11, geef ons heden, hè, vandaag, ons dagelijks brood. God geeft ons vandaag wat wij nodig hebben. Nou, ook morgen zal dat gelden. En die dag erna. Iedere dag zorgt de Heer voor ons. Daar mogen wij op vertrouwen. Vers 12. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Ja, nou, daar valt ontzettend veel te zeggen. Maar in het kort, het is Gods recept voor reinheid, voor genezing. God vergeeft ons, wij vergeven anderen. In Christus is er geen aanklacht meer. Zo vaak als wij tot God willen naderen, probeert de Satan ons aan te klagen, hè, ons aan te vallen in onze gedachten dat wij het eigenlijk niet waard zijn. Dat we niet goed genoeg zijn voor God. Dat we eigenlijk niet tot hem kunnen komen. En herinnert ons al te vaak maar aan zonden die wij al lang beleden hebben. Nou, laat je dat niet aanpraten. Laat je dat niet influisteren. Want er is vergeving voor onze zonden. Het staat er heel eenvoudig. Vergeef ons onze schulden. En God doet dat. Hij vergeeft ons alle kwaad die wij hebben gedaan. In hem zijn we gered, gereinigd, geheiligd. We ontvangen die genade van vergeving en geven hem door aan anderen om ons heen. Ja, dat is Gods economie, hè? Een streep door de rekening. Iets wat ons helemaal vreemd is. Maar zo gaat God ermee om. Een streep erdoor. En we gaan weer verder. We zijn vrij om hem te dienen en te leven tot eer van zijn naam. We hoeven niet achterom te kijken. En vers 13 hoort daar ook nog bij. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Ik heb daar nogal mee geworsteld, moet ik u zeggen, met die zin. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Ik kon niet zo goed plaatsen, totdat ik uiteindelijk dacht van, ja, dat ligt ook alweer heel dicht bij dat gebed van Alicia Wan. Want zij bad, hè, sta niet toe dat ik uw naam te schande maak. Ik wil u dienen, ik wil uw naam verheerlijken. Ja, wanneer we God vragen, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Ik denk dat we God eraan herinneren en ook onszelf, hoe kwetsbaar wij zijn. Hoe makkelijk maken wij niet een fout? Zijn we niet bestand tegen verleiding? We hebben de Heere God nodig om niet te zondigen. Uit onszelf zijn we echt te zwak. We hebben Gods kracht nodig om zijn wil te kunnen doen. Maar ik denk ook zijn genade om ons niet daar te leiden waar we nog niet sterk genoeg voor zijn.
Dat hij ons niet blootstelt aan situaties die we nog niet aankunnen. We lijden wel verdrukking, hebben soms misschien ook het gevoel of de indruk dat we boven vermogen verzocht worden. Maar God is daar. Hij kent onze zwakheid en hij verlost ons van de boze. Wij richten onze ogen op hem en we blijven onze ogen op hem richten. Hoe lang het ook mocht duren, hoe lang verlossing ook op zich mocht laten wachten. Hoe lang we ook moeten worstelen soms met het kwaad in ons leven. We weten dat hij ons uitredt. Onze verlossing komt van hem. Ja. En dan het laatste stukje. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Ja, ik vind het zoiets als een vuurpijl, hè? Want van u is het koninkrijk. Van u is de kracht en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. We kunnen ons tot God richten en hem vragen in onze noden te voorzien. Omdat het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid voor altijd van hem zijn. Als er iemand is die in staat is om te voorzien, is hij het. Hij heeft alle macht en zijn arm is niet te kort. En ik vind ook daar weer iets moois in zitten. Hè? We beginnen met ons richten op Gods naam. Er is aandacht in het gebed voor onze noden. En het eindigt weer met onze ogen en onze blik weer te richten op hem. Gods naam wordt verheerlijkt in ons leven als wij hem eren met onze mond en door onze daden, de manier waarop we leven. En God verheerlijkt zijn eigen naam door voor onze zorgen. Want is het niet een eer van een vader dat zijn kinderen goed verzorgd zijn? God verhoort onze gebeden tot eer van zijn naam. Nou ja, dit zou zo kunnen overkomen van, ja, doet hij het dan niet uit liefde of ontferming? Nou, ja, tuurlijk. Die indruk wil ik absoluut niet wekken, alsof het alleen maar daarom gaat. Maar juist vanwege Gods liefde, de intimiteit van de relatie, het gebed begint immers met onze vader, zorgt hij voor ons, maar ook omdat het zijn eer is. God is onze vader. Hij wil voor ons zorgen. Dat eert toch zijn naam. Ja, als we zo allemaal naar de kerk komen, sommigen van ons hebben kinderen mee. Nou, we zorgen ervoor dat ze goed gekleed gaan, ze hebben een ontbijtje. Ja, dat is ook een stukje eer die je hebt als ouder. En juist omdat het gebed eindigt, hè, met want van u is het koninkrijk, van u is de kracht, van u is de heerlijkheid. Hè, die link die vind ik wel heel erg opvallen. We vragen om in zo'n noden te voorzien, want Heer, van u is toch dat koninkrijk, van u is toch die kracht, van u is toch de heerlijkheid. We doen een beroep op God daarin. Heere, verheerlijk uw naam ook in ons leven door voor ons te zorgen. Ja, dan kom ik bij de praktijk. Wat kan ik hiermee? Nou ja, ik heb al gezegd, ik heb hier lang over nagedacht. Een stukje worsteling. Nou, ik zal u vertellen wat ik ermee heb gedaan. Wat ik ervan heb geleerd. Ik heb opnieuw geleerd dat het... Als we bidden, als we tot God naderen, dat het belangrijk is dat we hem eren. Dat we hem respect geven, het ontzag geven wat hij verdient. En dat we belijden dat hij hoog boven ons verheven is. Dat is goed omdat God daardoor wordt geëerd, maar het is ook zo goed voor ons. Want we richten onze blik naar boven. We moeten ons niet concentreren zozeer op onze aardse zorgen, maar op de Heer. Dus ik heb me voorgenomen om er een goede gewoonte van te maken dat als ik kom, hè, als ik bij God kom, om eerst me te richten op God, op Gods grootheid. En hem daarvoor te aanbidden. Hoeft niet lang te zijn, kan ook kort, maar toch eerst een stukje erkenning van zijn macht. Want hij is onze vader, hij is in de hemel veel hoger hè, en hij weet het veel beter dan wij. En wat me dan opvalt aan de gebeden, dat die op een of andere manier komen die ook in een heel ander licht te staan. We kunnen daardoor ook ervaren dat de Heere God voor ons zorgt en in onze noden voorziet. Nou ja, dat is misschien wat makkelijker gezegd dan gedaan. Ik moet zeggen dat ik er zelf nog steeds mee worstel. Ik vind het niet het makkelijkste om te doen. En soms lukt het me, lijkt het me ook wel niet te lukken om een begin te vinden. Nou, wat ik dan wel eens doe, misschien heeft u er wat aan, is zingen. We hebben het net ook gedaan en soms als we zelf geen woorden hebben... En woorden tekort schieten. Denk, nou, er zijn andere mensen die hebben dat zo prachtig omschreven. Begin ik te zingen. En dan gebeurt er soms iets zo bijzonders. Dan kan ik soms met zo'n gezicht in de auto stappen. En een kwartier later, kijk wel eens toevallig in het spiegeltje.
eigenlijk naar iemand achter me en denk, tjoe, ja, wat een verschil. Hè, we worden innerlijk daardoor ook gebouwd. We eren God, maar we worden innerlijk ook zo gebouwd. We richten onze blik op Hem. En op de een of andere manier, die zorgen waarmee je dan misschien in je auto stapt, ze vervagen. Het wordt minder. Want ja, hè, we hebben het over. De Heer zorgt voor ons. We dienen de Allerhoogste God. Dus onze zorgen komen daardoor ook in een goed perspectief te staan. Dus zingen, dat helpt mij enorm. En een andere tip, die heeft u misschien ook al eens eerder gehoord. Bid de psalmen. Wat daar zo mooi aan is, is dat in de psalmen herkennen we ons vaak ontzettend goed. Menselijk lijden wordt daarin beschreven. Frustratie, moeite, het gaat over ziekte, het gaat over sterven, over vijanden. Geen menselijke zorg eigenlijk die je er niet in terugvindt. Maar wat ik zo mooi vind aan de psalmen, is dat Gods lof wordt bezongen daarin. We herkennen onze zorgen, maar onze blik wordt steeds weer gericht op onze Heer. De psalmen beginnen soms echt in mineur, maar het eindigt met prachtige lofzangen op God. En een andere die enorm kan helpen, als we geen woorden vinden om onze God groot te maken, als we onze Bijbel lezen, bekijk dan eens van wat leert dat stukje mij nou over God? Als je leest over de schepping, we kunnen God eren als de schepper. Of als je leest over het volk Israël in de woestijn, we kunnen hem aanbidden om zijn geduld, om zijn trouw aan ons, want die zijn echt onvoorstelbaar. En steeds meer als we zo in de Bijbel dat lezen en er wat mee doen, herkennen we ook steeds meer Gods hand in ons eigen leven. En kunnen we hem aanbidden omdat hij in onze zorgen, in onze behoeften voorziet. De oproep die vandaag vanuit de Bijbel, denk ik, tot ons spreekt, is laten we God eren met onze woorden, maar ook door ons leven heen. En hem vertrouwen met ons leven, want hij zal voor ons zorgen. Als wij onze blik naar boven richten, mogen we er zeker van zijn dat hij zijn blik naar beneden heeft gericht. En dat hij in alles voor ons zorgt. Dat is de ervaring van Elise Johan, hè? Dat getuigenis spreekt tot ons. Mogen het ook onze ervaring worden en blijven. Mogen de naam van onze Heer door onze levens worden geëerd en geheiligd. Amen.